Met plastic, want we kunnen niet omgaan met glas. Nee. Maar, oh ja. De een of de ander tegen elkaar een beetje snauwt. Ja. Een beetje zo kortaf. Ik zag jou niet. Ja. Ik heb ongelijk op. Hi. Welkom bij de Sebelio Talkshow. Waarbij de wereld wordt bekeken door de ogen van... Sabine Staatjes. En Elio Heres. Hi. Hi. Welkom bij de Sebelio Talkshow! Ik wil even uitleggen wat deze Sebelio Talkshow is. Wij willen dit al heel lang doen eigenlijk. We zijn er vorig jaar al mee begonnen om dit te bedenken. En dat zat al heel lang in ons hoofd. En dit is eigenlijk een talkshow bedoeld om onderwerpen te bespreken. Ja, kenbaar te maken. Iets wat ons opvalt of irriteert of bezighoudt. Ja, en dan eigenlijk dat te bespreken op de manier zoals wij er naar kijken. Precies. Wij kijken natuurlijk heel erg naar de wereld vanuit dat je jezelf moet kunnen zijn, dat je je hart moet volgen, dat je respect moet hebben voor elkaar. Ja. En dat is nog zo ondervertegenwoordigd in de wereld, vinden wij. Dus we dachten, daar gaan we gewoon over praten. Precies. En als jullie onderwerpen hebben waar je graag over wilt dat wij iets over zeggen of wij over praten, laat het dan vooral weten onder hashtag Sebelio in de comments. Dan gaan we daar zeker rekening mee houden. Precies. En mocht je ook naar aanleiding van deze video of andere vragen hebben aan ons, stel die ook in de comments onder hashtag Sabelio. Yes, gewoon echt die hashtag gaan we gewoon zetten. Ja. We zijn deze maand 4 bij elkaar. Oh my god. Oh my god, 4 bij elkaar. Nou, dan zitten we even cheers. Ja, yeah, cheers. Met plastic, want we kunnen niet omgaan met glas. Nee. Kling. We kunnen niet omgaan met glas. Dit klinkt zoals jouw carrière. Ja, dit is als kinderen champagne drinken, moeten we het niet morsen. Dan... Oh, je hoort het niet eens, wacht. Zo slecht. Oh my god. Oh, dit klinkt net als jouw carrière. Maar het onderwerp van vandaag is dus vriendschap en hoe je dat ook volhoudt, hoe je dat vorm kan geven, hoe je het met elkaar vol en goed en leuk kan houden eigenlijk. Precies, ja, want dat is nogal wat. Ja. Het is een vriendschap, maar het is eigenlijk ook natuurlijk wel een soort van relatie wat wij hebben. Zeker. Kan jij vertellen hoe wij elkaar kennen? Zo grappig, want mijn vriend kende je eigenlijk eerder dan ik jou kende. Ja. Ja. En je had me volgens mij wel eens gezien bij een winkel. Ja. Ja, klopt. En ik jou ook natuurlijk dan ook. Ja. En, ik zag jou niet. Ja. En ik wilde op een gegeven moment heel graag naailes gaan volgen, want ik werkte veel in het nachtleven als performer en moest ook pakjes maken af en toe voor styling dingen en zo met groepen dansen. En dacht, hé, daar moet ik gewoon meer kennis voor opdoen. Klopt. En toen, 7 januari, kwam ik daar binnenlopen. Ja! Oh my god, echt. Ik weet het nog. Michael zei inderdaad tegen mij van, ja, mijn vriend die wil graag naailes. En ik was net op dat moment aan het beginnen daarmee. En toen kwam Elio binnen in zijn flamboyante zijn. En toen was het eigenlijk meteen, ja, meteen goed. Meteen wel, ja. Ja, was meteen... Want naailes werd drankjes drinken en nog later drankjes drinken en gezelligheid. En what are we gonna do about the champagne? Ja, en ik denk dat het wel, een vriendschap groeit natuurlijk ook, maar het was al vrij snel best wel intens, denk klopt, ik. Klopt, ja, klopt, heel erg. Ja, ja. En ik denk ook dat je, nou, ik ben nu 31, dus ik was 27. Ik was 26. Ja, denk ik, ja. Ik word, je bent nu 18. Ik ben 29, 20 januari geworden. Ja. Dus, 4 jaar geleden was ik 25. Ja, wat denk jij dat zeg maar in onze vriendschap een belangrijk ding is? Dat we geen oordeel hebben over elkaars leven. In de zin dat we over ons. Of geen oordeel. Ik kan alles bij jou kwijt en jij kan alles bij mij kwijt. Precies. Ja. Ook al is het misschien iets wat jij zelf niet zou doen. Of iets wat ik niet zou doen. Nee. Dat je geen oordeel hebt. Dat je altijd. En dat we altijd denken vanuit de positiviteit. Dat het de ander het goed bedoelt. Een goed hart heeft. En het altijd. Ja, dat. Dat denk ik ook, ja. Vanuit een goed hart. Ja. En ik denk dat, ja, Elo die zei op een gegeven moment tegen mij, er was iets gebeurd en toen, we waren denk ik net een half jaar vrienden of zo en toen durfde ik het eigenlijk soort van niet te vertellen of ik schaamde me of, en toen deed jij zo van, maar ik heb geen oordeel. Ja. En dat
brak eigenlijk nog de laatste steentjes, brokkelde toen af en toen, vanaf toen hebben we gewoon... Ja, wat dat eigenlijk zegt is dus dat je gewoon jezelf kan zijn, maar je wordt niet veroordeeld omdat je misschien een andere behoefte heeft dan ik maar zelf zou herkennen. Ja. Dat is het inderdaad. Precies. Ja. Maar zo leuk, want happiness had er ook wat over gezegd, toch? Klopt. Of goede vriendschappen. Klopt. Zo van, ze hadden een lijst gemaakt met 5 punten. 5 punten, ja, precies. Wat een goede vriendschap zou moeten inhouden, toch? Ja. Ja. Dit zijn de 5 pijlers van een echte vriendschap. Dan nummer 1 is een echte vriend of vriendin geeft je energie. Nou, daar ben ik het echt mee eens. Ja. Ik heb op maandag altijd zo'n gevoel in mijn leven. Dus ik zei het te gaan van ja, ik ben wel blij dat ze dit op maandag wat gaan opnemen. Want dan word ik een beetje, meteen krijg ik op maandag die energie van je. Dus ik heb dat altijd heel erg als ik in de put zit of niet lekker voel. En dan ben jij langs geweest of we hebben even gebeld. Ja. Dan ben ik daarna weer helemaal absidezie. Ja, weer energiek. Ja, ik heb hetzelfde. Dus het is echt en vaak is het ook gewoon als we dan bellen. Dan hebben we in de eerste minuut al 3 grappen precies, gemaakt. Ja, dat is echt, En dan is het ook alweer... Dat is denk ik het mooiste wel van deze vriendschap. Is dat hoe erg het probleem of wat er aan de hand is, we kunnen altijd wel grappen maken. Ja. En dat relativeert even, heel even het moment waar je dan in zit. Ja. En ook denk ik het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Dat gevoel heb ik ook heel erg. Klopt. En dat we misschien elkaars af en toe ook het dagboek gebruiken. Belegd en slapen. Typ je gewoon even dingen die even in je kronkels die in je hoofd voorkomen. En nare gevoelens of gedachten. Die typ je dan gewoon even de andere mee. En je hebt het getypt en je bent het kwijt. Ja. En dan weet je gewoon morgen, want meestal is het 's nachts of is het op, als iemand aan het werk is en ander kan reageren. Dan weet je gewoon de contact en de reactie. Dat ik in ieder geval er niet meer alleen mee bezig ben. Dat precies. Ook. Ja, precies. Ja. Ja, dus het is eigenlijk bijna hetzelfde als alsof je iets tegen jezelf zou zeggen. Als dat je tegen jou zou zeggen of zo. Het is, alleen krijg je dan van jou natuurlijk ook nog reactie. Maar voelt heel erg samen wel. Ja, precies. Samen, ja, precies. Ja, en ik denk ook dat wat jij zegt over maandag. Maar wij gaan ook vrijdagochtend vaak wel koffie drinken. Ja. En het is dan letterlijk maar een kwartier. Maar dan denk ik 's ochtends al wel. Oh ja, ik ga uit bed en dan zie ik Elio. Ja. En dan hebben we heel even zo'n boost. Ja. En dan kan ik die vrijdag gewoon helemaal door. Nou, die volgende punt volgens happiness. Is een echte vriend of vriendin is eerlijk en wil dat jij dat ook bent. Nou, ik ben het daar echt heel erg mee eens. Ja, en ook dus over de vriendschap in de vriendschap. En daar bedoel ik mee dat je ook eerlijk bent naar elkaar toe over je gevoelens of behoeften of, dingen waar je nog mee zit. Of een beetje kleine irritaties. Ja, ja. Ja, maar ik denk ook wel, want ik heb ook eerdere vriendschappen voor jou gehad. Heb je nog andere vrienden? Oude vraag, sorry. En dan wist ik, dan was er iets... Had je iets, zeg maar. En dan dacht ik, oh, maar dit ga ik niet met die bespreken. Want die heeft waarschijnlijk dan deze mening. Oh, ja. Die mening wilde je dan niet horen. Ja. Terwijl, dat gevoel heb ik met jou helemaal niet. Nou, en ik weet ook wel bijvoorbeeld ook een kleiner ding met een outfitkeuze bijvoorbeeld of zo. Dat je wel, wij zijn natuurlijk al bij staan erg voor. Je moet aandoen wat je zelf wil. Je moet jezelf kunnen zijn. En je moet kleurrijk door het leven gaan. Maar soms heb je toch nog van, nou, man. Dan weet ik wel, ik kan jou wel advies vragen over bijvoorbeeld kleding, maar ook over andere dingen. Omdat ik gewoon wel zeker weet dat ik een eerlijk antwoord krijg. Ook al past het misschien niet bij mijn antwoord. Precies. Ja dat klopt. En niet dat je meelult met me. Nee, ja, precies. Jij hebt het over kleding. Ik moet meteen denken aan dat moment dat ik had een outfit aan. En toen dacht ik, oh ja, ik ga voor het eerst met alleen een legging naar buiten. Of toch niet, althans, ik had ook andere kleren aan. Ik had niet alleen een legging aan. Maar... zonder je jurk eroverheen. Precies, of rok. En toen zei jij, nee, zonder rok staat je hartstikke goed. En toen dacht ik, nee. En toen, dat is een paar jaar geleden. En toen durfde ik dat nog niet. Heb ik toch die rok eroverheen aangetrokken. En toen weet ik nog, was jij ook op dat feestje. En toen zei jij, rok uit. En ook omdat jij er was en omdat jij dat zei. En ik bedoel, het is niet alsof, als ik het niet had gewild, had ik het niet gedaan. Nee, maar precies, ja. Omdat je me daar dan in support en dus ook eerlijk bent in het feit van het staat je super goed. Dacht ik ook, ja, ik doe het ook gewoon. En dit was zo'n iconic moment in mijn leven, maar ook in onze vriendschap. Ik ben daar nog steeds heel blij mee dat dat gebeurd is. Maar we zouden ook gewoon zeggen als het niet staat, namelijk. Klopt. Dat vind ik bedoel ik met klopt, ook. Klopt, ja. zeker. De volgende is... Een echte vriend of vriendin kent ook je lelijke kanten. Ja, er staat er hier wat bij volgens mij. Ja, er staat dus bij, kent ook je make-uploze look of ontploft haar. Dat is dan meer echt uiterlijk, maar er staat ook, weet dat je chagrijnig wordt
wanneer dit of dat. Ja. Het is wel eens gebeurd dat de een of de ander tegen elkaar een beetje snauwt. Ja. Een beetje zo kortaf. Maar dan eigenlijk kunnen we al vrij snel daarna wel zeggen van, nou ja, ik deed dat eigenlijk omdat ik, nou ik had niet zoveel gegeten of... Ja precies, ik ben druk en ik heb ruzie met een vriend en ik zit dus of, met jou te appen. Ja, of, ja, al, of allemaal vervelende berichten in één keer en jij kreeg even de emmer. Ja, precies. Ik denk dat het heel mooi is dat je dus de ruimte voelt om dat we zo verbonden zijn met elkaar, dat kan. Maar dat je hem daarna dan ook pakt van... Ja, ik bedoelde het eigenlijk niet zo, maar jij hebt hem gekregen, sorry. Ja, precies. En dat de ander ook niet meteen, als hij die snauw krijgt, dan het meteen zoekt in van... Oh, ik heb nu ruzie. Of oh, ik doe het verkeerd. Of oh, hij is onaardig tegen mij, want hij mag me niet. Of hij doet haar. Ik heb iets fout gedaan. Ja, dat je het gewoon... Nou, ik denk dat ik dat... Vroeger had ik dat wel heel erg. Dat je dan denkt... Oeh, wat heb ik fout gedaan? Wat is er aan de hand? Ja. Waarom doet diegene zo? Ja. Maar ja, dat heeft ook met volwassen worden te maken, denk ik. En jezelf steeds beter leren kennen. Dat het ligt, als iemand anders zo doet, ligt het niet aan jou. Maar het ligt aan dat diegene even niet lekker is. Ja, dat je dat ook meteen kan bedenken van... Nou, die heeft gewoon even een naar momentje. Ja. Laat het maar even. Of laat het maar even. En kom later op terug. Of van nou, dat ligt nu even niet aan mij. Die veiligheid die je dan... Ja, precies. Ja. Met een echte vriend of vriendin kun je samen zwijgen. Zonder dat het ongemakkelijk is, denk ik. Dat het dat bedoel of zo. Niet dat je maar het gesprek moet gaande houden. Omdat je anders denkt... Oh, stel daar aan. Nou, daar heb ik wel last van soms met mensen. Dat je denkt, oh jee. Ik moet alweer een volgend onderwerp bedenken. Ja, precies. Heb ik ook wel met mensen. Maar dat is dan inderdaad niet... Dat is niet zo'n chill gevoel. En ik ben sowieso 's ochtends echt niet zo'n prater. En dan ben ik gewoon van het wakker worden. Don't talk to me. Dat, laat me met rust. Ja, dat kunnen wij wel prima gewoon reizen en de trein in en de vliegtuig in. Zonder dat een soort van probleem wordt of zo. Je weet gewoon, oké, die ander is gewoon eventjes. Is gewoon even zo. Ja, klopt. Ja, denk ik ook. Dus maar het ligt ook een heel groot gedeelte in het accepteren van de ander. Dus ook het accepteren van de gebreken van de ander. Of in ieder geval de gebruiksaanwijzing of zo. Ja. Ja, die heb jij zeker. Ik ook trouwens. Ik zat een broer op mijn hand. De bijsluiter. 308 miljoen pagina's. Ik heb hier een bijbel. Dit is mijn bijsluiter. Wat ik nog over dat zwijgen wilde zeggen is dat het gebeurt wel weinig. Nee, dat we zwijgen. Ja, we wel voor even praten. Ja, ik denk als wij... Nou, toen wij in Londen waren, hebben we ook aan één stuk doorgepraat. Dit is Leo. This Hello. Is what we're staying at. This is my friend. That's me. She's also a friend. I'm She's here as well. Open the door. Open the door and I'll push her. And kick her the fuck out. I'll push her out. Oh, sorry. We hebben al een aantal champagne glazen. Nee. Ik bedoel, wat erin zat. Maar we hebben de laatste tijd ook wel dat we al weten wat de ander gaat zeggen. Ja! Ja, echt, ja. En dat je gewoon dan weet wat anders zegt. Ik denk, nou, zullen we dan maar stop met praten? Ja, zullen we gewoon... Oh ja. Oké, nou, eindig gesprek. Ja. Met een echte vriend of vriendin deel je oneindig veel. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal... Alles, ja. Ja, zonder schaamte ook gewoon. Ja. Ik hoef me nooit te schamen bij jou. Nee. Hoe donkere gedachten ik ook heb, wat voor narigheid ik ook heb uitgehaald. Of wat voor mezelf, of wat ik ook... Hoe donker ik ook ben, hoe kut me ik ook kan voelen. Ja. Ik schaam me nooit. Nee. Ja, ik heb wel eens dat je dan denkt, oeh, en dan heb ik ook wel eens één keer tegen jou gezegd van, oeh, dit durf ik je eigenlijk echt niet te vertellen. En toen heb ik het verteld, toen moest jij eigenlijk heel hard lachen. Was dit het? Ik dacht dat ik veel meer kwam. Ja. En we hebben wel eens gezegd van, altijd alles kan ik tegen jou zeggen. En altijd alles is oké. Je kan je soms zo heel erg slecht over iets voelen of over iets wat gebeurd is of, nou ja, maakt niet uit. En als je dat dan even bespreekt, dan is eigenlijk al de helft zo, oh ja, oké, nou ja, hè. We hebben het even gedeeld met elkaar en dat is zo fijn. Ja, maar dit alle happiness... Alle happiness punten voor een echte vriendschap. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Yes! Vergeet geen vragen te sturen voor in de #Sebelio als je een vraag hebt. En laat ons vooral weten wat je vindt van onze nieuwe talkshow en ons als In de comments. En dan zien we in de volgende aflevering. Yay! Doei! Elio! Ja! Hoe heet het ook alweer als je zeg maar heel veel video's achter elkaar kijkt van Sebelio? Dat heet bitchwatching.